Winste Gerstanovic, bekend van zijn verschijning aan het einde van miljoenenjacht, onthult dat de postcodeloterij strikte regels heeft in zijn contract. Zelfs het maken van grapjes met de gouden envelop is ten strengste verboden. Winste legt uit dat dit verbod zelfs geldt tijdens carnaval, een perfect moment voor ludieke acties. Hoewel Winste graag spontane acties zou willen uitvoeren, zoals Frank Deen suggereerde, moet hij zich aan de regels houden? Recentelijk stond Winston voor een gesloten deur in Laren, waar de gelukkige winnaars van een grote geldprijs niet thuis waren. Ironisch genoeg wonnen mensen uit zijn eigen woonplaats, Laricum, ook een prijs. De anekdote toont de intrigerende dynamiek van Winstons werk voor de postcode loterij met strikte regels en onverwachte wendingen.